Naast mij Lucas Hoekman, trainer van Dunspeet, Bart Schreuder, de trainer van SDV Barneveld. En met hun gaan wij napraten over deze wedstrijd. Ja, Lucas, even maar terugblikken op ons gesprek van gisteravond. We hebben het er al over gehad. Toen zei je van nou, het zal een lastig duel gaan worden, want dat is toch wel een van de ploegen die mee gaat doen om de titel SDV Barneveld. Hoe kijk je daar nu tegenaan? SDV Barneveld. Na één wedstrijd tegen Barneveld. Ik vond dat wij. Kijk naar mij. Ik vond dat wij. Ontzettend veel intensiteit voor rust. Dat was heel goed. Barneveld kwam nauwelijks aan voetballen toe. En dat ze kunnen voetballen, konden we de laatste 20 minuten zeker zien. Toen hadden wij de accu toch wat leeg. En ja, door het wisselen. Niet dat je daar individueel slechter van wordt. Maar het verband raakte er ook ietsje uit door het wisselen. Ja. Beginfase van de wedstrijd. Nunspeet ging er gelijk vol erop. En daarna toch weer wat terugvallen, hè, dat Barneveld initiatief benam. Ja, er zijn altijd momenten, dat kan door een gebeurtenis in het veld zijn, dat je dan weer even de controle verliest en dat de tegenstander even bovenliggend is. Maar ik denk de eerste helft, dat vooral ook een dikke verdienste was. Nul kansen weggegeven volgens mij. En wel een paar gevalletjes gecreëerd. De eerste helft was ik zeker tevreden over. En dat we dan in de tweede helft ietsje terug moeten, dat kan gebeuren. En dat is ook een kwestie van optrainen nog, dat we het langer kunnen volhouden. En dan aan de bal moet het natuurlijk ook beter. Maar goed, daar ben je trainer voor en daar ben je met je ploeg mee aan het werk. Bart, beginfase van de wedstrijd is het Nunspeet wat gelijk het initiatief neemt. Na een minuut of 10 zijn jullie die het initiatief nemen. Nou, ik ben het wel met mijn collega-trainer eens dat de eerste helft was wel echt duidelijk voor Nunspeet, hoor. Ook meer dan 10 minuten, vond ik. Weinig kansen, over en weer. Ik denk dat wij een keer gelukkig op de lat schieten. Een keer een goede schuiven voorlangs. Maar zo krijgen zij ook een keer een corner die ze volgens mij net naast koppen. Of eigenlijk gewoon best wel zonder kansen, voor mijn gevoel, de eerste helft. Maar het initiatief was wel duidelijk voor Nunspeet. Je haalt net de intensiteit aan. Ik denk dat de eerste helft duidelijk voor Nunspeet was. Ja. Ja, in de rust zag ik dat jullie als technische staf met elkaar in gesprek waren. Wat heb je daar besproken? Nou, een letterlijke vertaling lijkt me niet heel verstandig. Wat gerust, hoor. Nee, kijk, je bent met elkaar bezig. Je komt natuurlijk uit een coronaseizoen waarin we heel veel met elkaar hebben doorgetraind. En ja, ik vond de eerste helft vond ik echt heel teleurstellend. En zeg maar zeker van de spelers waarvan ik vind bij ons, die moeten opstaan in wedstrijden zoals Nunspeet uit. Dan weet je wat er gebeurt. Tegenstander hoge intensiteit, ja, je moet je wapenen. En wij zijn gewoon echt, ik vind dat wij echt de eerste helft zijn afgetroefd. Tweede helft vond ik met de wissels erin, zeg maar, dat het wel wat beter werd. Maar dat had wel ook met een stukje enthousiasme vanuit onze kant te maken. Wat ik echt miste de eerste helft. En nogmaals, zeker van de van onze betere spelers verwacht ik gewoon veel meer. Echt veel meer. Twee doelpunten in 3-4 minuten tijd, Lucas. Vincent Huisman de eerste. Uiteindelijk uit een ingooi komt dat doelpunt voort. En dan die prachtige goal van Melle van der Woude. De actie van Melle was natuurlijk een unieke actie, een mooie actie. Maar ik denk ook dat mijn collega trainer ook zegt van joh, miscommunicatie bij mij achterin. Wat moet mijn keeper daar? En als hij komt, dan moet hij hem ook hebben. Als ik even van mijn collega trainer mag spreken. Maar dat is natuurlijk heerlijk. Zo in 5 minuten 2 goals en niet zo lang voor rust. Dat is ook wel een mooie beloning en dat geeft een ploeg ook wel vertrouwen. En dat vertrouwen was er eigenlijk wel de hele tweede helft. Achterin. Na 2 wedstrijden geen tegengoal, zegt ook iets. Maar wel heel ver terug, toch ook in die tweede helft, de tweede fase van de tweede helft. Nou ja, maar dat was de verdienste ook van SDVB. Ja, zo'n wedstrijd beweegt allemaal gelang de gebeurtenissen in het veld zijn. En ook wie wisselt, wie komt erin en hoe wordt dat opgepakt. Kijk, bij ons ging op een gegeven moment op rechts, ging de rechterspits, ging de wingback, de linksback van SDVB afschermen. Dat was niet de bedoeling. Hij moest die blonde jongen in het centrum afschermen. En die kwam heel veel aan de bal in die fase. Vergeleken met de wedstrijd die jullie vorige week speelden tegen Apeldoorn. Heb je heel veel verschil gezien? Ja, ik vond dat qua intensiteit dat we toen veel beter erin zaten.
het zijn twee verschillende wedstrijden. Dat is duidelijk. Waar zat dan het grootste verschil in? Nou, vorige week werden we gedwongen door de tegenstander om wat meer achteruit te spelen. Nou, vandaag zie je gewoon twee ploegen de eerste helft die met de intentie spelen om vooruit te verdedigen. Om nou, heel veel 1-1 duels, hè, de eerste helft. Wij gaan natuurlijk door met de backs. Jullie willen ook snel afjagen met de drie spitsen, zeg maar. Dus het is in heel veel een heen en weer wedstrijd waarin wij aan de bal gewoon heel matig waren. Maar waarin we ook werden afgevroegd, zeg maar, op fysiek vlak. Nou, en dan krijg je een tussenstand die je uiteindelijk hebt als je een goal uit een ingooi volgens mij tegenkrijgt. Die verkeerd valt bij ons. Bijna in de 5 meter, geloof ik. En nou ja, die tweede was gewoon een kolderiek moment, zeg maar. Dan moet duidelijk zijn voor wie die is. En degene die situatie overziet is de keeper. Dus ja. Maar los van dat was het initiatief bij de tegenstander vandaag. Vind je vrij kritisch trouwens, hoor. Je zegt een aantal keren dat ze het initiatief weggeven aan ons. Maar ja, dat is toch prima? Dat is 2-0 voorstaan. Ja, maar daar mag je daarop reageren. Nou ja, ik doe het even voor mijn collega. Er staat hier met een 2-0 overwinning. Ik heb bijna het gevoel dat hij zich moet verdedigen omdat hij 2-0 gewonnen heeft. Nee, hij heeft vorige week gelijk gespeeld, hoor. Dat was 2-0, toch? Nou, vandaag was het. Ja, 2-0. Vandaag. Hey, maar een tweede overwinning, zeg je toch? Nee, 2-0. Nee, 2-0. Oké. Maar toch in de slotfase een keertje een bal rakelings voorlangs. Dat zou jullie wel weer wat hoop kunnen geven. Ja, dat klopt. Maar ja, we hebben het veel te weinig afgedwongen. Een bal voor langs, ja. Die hebben de eerste helft ook tegen gehad, een bal voor langs. Als dat al een kans is, dan wordt het lastig natuurlijk. Ja, Lucas, volgende week dan wacht CSV Apeldoorn. Ja, je kan weer 3 punten pakken volgende week. En dat zal ook onze intentie volgende week zijn. Moeten we weer iets beter dan vandaag zijn. En dan kunnen wij ook bij Apeldoorn een goede wedstrijd spelen. En voor jullie speelt volgende week welke wedstrijd, Bart? Och, ik ben helemaal met vandaag bezig. Dat is, kijk je nog niet zo ver vooruit? Nee, ik kijk helemaal niet ver vooruit. Nee. Eerst dit maar eens even een plaatje geven. Want dit is wel een flink tegenvallen. Dus er moet nog wel wat gesproken worden van de week? Ja. We hebben vandaag al het een en ander besproken. Maar ik hoop dat wij ook een aantal jongens hebben die ook naar zichzelf zullen kijken en zeggen dat het veel beter wordt. Oké, dankjewel. Succes verder. Lucas, dankjewel. Ook succes verder. En dit was het vanuit het business home van de voetbalvereniging Nunspeet. Waar we hebben nagesproken over de wedstrijd Nunspeet-Barneveld. Die vanmiddag eindigt in een 2-0 overwinning voor de thuisploeg.